dames en heren. En welkom bij een nieuwe video op het kanaal Hexelien Gmail. En ja, dit wordt weer een nieuwe coole vette vlogvideo. En dit wordt niet de vlogvideo van alleen vandaag, maar ook gelijk de vlogvideo van gisteren. Omdat ik gisteren wat meer meegemaakt heb dan vandaag, vind ik het wel leuk om zeg maar 2 dagen bij elkaar te vloggen. In 1 video. Dus laten we gewoon lekker gaan beginnen met gisteren. Even denken. Oh ja, ik moest me gaan melden. Want we hadden Frans. Ja, inderdaad, die Frans waarbij ik niet in het Pools mag schelden. Ja, die. En op het moment dat iedereen aan het praten was, dacht ik die hier nu staat, deze persoon. Ik dacht met mijn hersenen, laat ik ook eens gaan praten, want iedereen doet het. En dat deed ik tegelijkertijd toen zij het huiswerk aan het opgeven was. En het was heel veel huiswerk. Dus ik zei, wow, dat is veel huiswerken. Ik heb er zin in. Toen zij zei, ik heb er ook zin in. Ga je maar melden. Oh, ik. Ga je maar melden. Mag ik blijven zitten? Wil je dat? Als ik mag. Nee. Maar ik heb me nog nooit gemeld. Waar moet je je eigenlijk melden? Bij de balie. Oké. Doei. Ja, en omdat er heel veel balies op school zijn, werd ik telkens doorgeleid naar iets nieuws. Het was een zware reis. Een hele zware reis. Kijk maar mee. Oh. Oké. Ik kan het. Waar is de balie? De balie! Oh. Zombies! En alsof dat nog niet genoeg was, werd de balie bewaakt door een vreselijk monster met 4 klauwen en 3 hoofden. Het was vreselijk. Ja, voor de rest is toch alles nog met een sisser afgelopen. Ik hoefde er niet te melden als ik maar voort aan mijn mond hield. En ja, eigenlijk was dat het wel weer de vlogvideo van vandaag. Oh nee, wacht, ik heb nog niks verteld van vandaag. Zoals ik al zei was het vandaag niet echt heel erg leuk op school. Ik bedoel, het was wel leuk, alleen ik heb niet veel meegemaakt. Ik heb Engels gehad, ik heb geschiedenis gehad. Ik moest tracteren voor geschiedenis, want vorige keer was ik mijn boeken vergeten. Of ik moest overschrijven of tracteren. Nou, ik tracteer liever dan dat ik ga schrijven. Dat is eigenlijk wel wat ik vandaag heb gehad aan lessen. Geschiedenis, Engels, Frans, kutvak. En dat was het wel. Nou, ik hoop in elk geval dat jullie dit een leuke video vonden. En het enige wat ik nu nog te zeggen heb is... Hallo ma! Holy shit. In elk geval, ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Laat even een thumbs up achter. Voeg me even toe aan je favorieten. Laat een reactie achter. Want volgende week of deze week nog maak ik een nieuwe reactievideo. Dus zorg dat je daarin komt met je reactie. Dat was het wel weer. Zorg natuurlijk dat je 30 maart op de Dutch YouTube Gathering bent. Dan zie je mij ook. Dat was hem. Ik check jullie later.